Onderweg naar Sylt hebben we ook nog op een onbekend enorm groot stoomschip gedoken. Voor de slopers en verzamelaars niet echt interessant, maar voor de kijkers en cameramensen zoals ik best wel leuk. In deze versnelde opname zie je Anton een uitstekende vastlegprocedure volgen. Met deze hefballon aan de ankerlijn bevestigd is het makkelijker om de ankerketting bovenop het wrak vast te maken. Nog een voordeel van de hefballon is dat op de kentering, als de stroming omdraait, de lijn vrij blijft van het wrak. Als de ankerlijn eenmaal vast zit aan het wrak, komt het tweede hefballonnetje van Anton tevoorschijn, die hij naar boven stuurt om ons een signaal te geven dat de ankerlijn vast zit. Hier zie je heel duidelijk de enorme stoommachine. Hier is nog duidelijk de vuurmond van de stoomketel te zien. Dit zijn de stoomketels.